Far Cry New Dawn. De officiële spin-off en het regelrechte vervolg van Far Cry 5. Het speelt zich af in Hope County, oftewel de wereld van Far Cry 5. Alleen 17 jaar na de gebeurtenissen in Far Cry 5. Joseph Seed deed voorspellingen. De wereld was naar de galamiezen. De atoombommen gingen aan het einde van Far Cry 5 af. En nu 17 jaar na die ontploffing gaan we in een verscheurd Hope County, een post-apocalyptisch maar wel levendige wereld, aan de slag om de plunderaars met hun twee hoofdleiders, de Twins, te stoppen. Dit is wat de game heel erg in het kort is. Echt heel erg in het kort. Het zal vast een vet goed uitgewerkt verhaal zijn. Wel voelt deze Far Cry iets wat... Hoe moet ik het zeggen? Deze Far Cry voelt iets wat afgeraffeld. Waarom? Hij komt een jaar uit na zijn voorganger. Gaat ook precies in dezelfde wereld door, alleen nu kapot. Dus misschien na het spelen van deze game en na het uitspelen van deze game kan ik het concept en zo wat meer waarderen. Maar voor nu ben ik nog wat sceptisch. Dus laten we dat in ieder geval vooropstellen. Daarnaast, maar natuurlijk, is het heel erg handig dat de game zojuist geïnstalleerd is als je hem wil spelen. Daarnaast wil ik Ubisoft Nederland natuurlijk van harte bedanken voor het alweer opsturen van de Deluxe Edition van deze game, zodat ik vroegtijdig kon opnemen. Het is namelijk nu 5 dagen voor launch. Het is zondag 10 februari. En pas op de 15e komt hij uit. Ik ga mijn avontuur hier beginnen. Ik heb er fucking veel zin in. En ik hoop jullie ook, alle mensen die van mijn Far Cry 5 serie hebben genoten. Inmiddels heeft aflevering 1 bijna 10.000 views. En de tweede aflevering 5.000 views of zo. Voor mijn kanaalstandaard is dat allemaal heel erg goed. Ik kan alleen maar hopen dat deze serie het net zo lekker gaat doen. En we gaan dus in dit gloednieuwe avontuur duiken. Met waarschijnlijk binnenkort ook nieuwe expansions en weet ik veel allemaal wat. En waarschijnlijk een hele toffe multiplayer die in Far Cry 5 eigenlijk al tof was, maar ik vrij snel mee stopte. Maar die waarschijnlijk nu nog meer mogelijkheden heeft door de post-apocalyptische ontwikkelingen en veranderingen van de wereld. Het is best wel cool. Ik ga even heel snel naar de opties voor ik dit avontuur daadwerkelijk ga starten. Door eigen vuur inschakelen. Oh, in co-op, dat maakt allemaal niet uit. Nou, dit is eigenlijk allemaal puur multiplayer. Daar heb ik niet zo heel veel zin in. Dit staat maximaal aan. Dit is cool. Oh! Zet de streamermodus aan of uit om het afspelen van gelicentieerde muziek uit te schakelen. Wat een fucking goede optie is dat. Zo, de weergave voor kleurenblinden ziet er op de een of andere manier echt super vet uit. Nou ja, ik laat het wel gewoon uit, maar goed. Nieuwe game. Gaan we starten. En we moeten een lichaamstype kiezen, oké. Boy. Girl. Als kapitein beveiliging voor Thomas Rush sticht en beveiligt je de nederzettingen door heel Amerika. Als man of als wijfie. Ja, ik kies natuurlijk wel voor boyo. Ik weet wat ik doe en ik zoek een uitdaging. Ik ben vooral geïnteresseerd in het verhaal en het verkennen van de open wereld. Hou je waffel en geef me alles wat je hebt. Nou, we doen het gewoon even zo. Als je het niet erg vindt. Far Cry New Dawn. Regelrechtig vervolg van Far Cry 5. Gaan we, jongens. My name is Carmina Wright. The day I was born was the day the world collapsed. Those that survived had to make new lives underground. Up above, there was nothing but ash, and cold, and death. People thought it would last forever, but without us up there, life returned. I was 6 years old the first time I saw the sun. Mom and Dad were heartbroken by what they saw. The world they'd known gone forever. But not me. I'd never seen anything so perfect. We weren't the only ones who'd survived, and slowly but surely, our little community grew. It wasn't always easy, but for a time, there was peace and prosperity. A new home, a new life,
a new normal. But, like all things in this world, it was too good to last. The Highwaymen came from the east, led by a pair of sisters. Twins. Said they'd heard about our little paradise. Said they wanted it for themselves. We never stood a chance. They took everything from us. Our food, our homes, our people. We needed a miracle. And that's when we heard the name Thomas Rush. He and his captain had been up and down the West Coast helping folks like us rebuild. And they were on a train headed right through Hope County. Mom sent me to find them, convince them to help us take our home back. They were our last hope, our salvation. But it all went horribly wrong. Captain, you're alive! Jesus! They're heading this way! Get up, Captain! Come on, get up! What's the fucking highwaymen? They're gonna kill us! Get up, Captain, get up! Jesus, Barnes, keep screaming like that, you're gonna bring them all down on us. Rush, you're alive! Help me! No, we have no time, we gotta go! Barnes, we are not leaving the cabin behind. They're coming fast. We need to stick together. Understood? Cap, your time to shine. We need to get armed, we need to get our people, and we need you to find a way out of here. I know, yeah, easier said than done. One step at a time, Barnes. You lead, we'll follow. Uit het wrak gekropen. Game is looking fine already. I thought it was dead. We need to find the armory wagon. Gear up. Save as many people as we can. Rush ziet er wel cool uit, man, met zijn neck tattoo en shit. Ik ben dus de kapitein van deze kleine crew die de Highwaymen willen stoppen. Mixed feelings in deze game, dat sowieso. You better find the armory wagon and get better weapons. Want wat probeert het nou te zijn? Ik kreeg tijdens die cutscene zelfs al Fallout Settlement gevoelen. Daarnaast lijkt het qua huisstijl met het roze en de post-apocalyptische setting ook weer op Rage. Het lijkt op heel veel. En wat hebben we hier? First Aid Kit. Dankjewel, Abiodos. Nou, wat ik al zei, het is typisch Far Cry. Echt qua gameplay, qua Far Cry 5 zal er niets veranderd zijn. Echt helemaal niks. Alleen de setting is compleet anders. Dus andere enemy types, met een andere uitstraling en een hele andere sfeer in de game. Namelijk post-apocalyptisch. En dat staat Fallout. Nou, zeg ik zelfs Fallout. Nou staat dat Far Cry misschien wel heel erg goed. Daar gaan we in deze game achterkomen. Het enige wat ik nog eventjes wil. Wow. Wil bespreken voordat ik zeg maar dit deel begin is. Ik had wel degelijk wat kritiek op Far Cry 5. Namelijk dat de storyline en Joseph Seed en de characters zelf enorm goed geschreven waren. En de story daadwerkelijk interessant was. Maar de game was in mijn mening niet echt goed in balans. Want zo goed als de story was, zo saai was de gameplay daartussen. Dus omdat de gameplay zo saai was en de wereld zo eentonig met z'nzelfde type missies en soort resistance points verzamelen voordat je verder komt met de story, dat was echt heel erg tergend. En laten we godsam hopen dat Far Cry New Dawn dat beter doet. En dat het dus niet een grind wordt om met je verhaal verder te kunnen en dat je gewoon op elk willekeurig moment kan kiezen wat je doet.
enough. This is Highwaymen territory. Everything you have is ours now. Me and my sister are coming for you. God. There's a sandstorm coming. We're in big trouble. We get caught in that. We need to keep moving. Oké dan, we zijn dus eigenlijk enorm ontspoord. Gigantisch ongeluk gehad. En de highwayman zit ons al meteen op de hielen. Ik ga hier naar binnen, want ik zag hier iets liggen. Kijk, hier lag iets. Koper. Wat helpt het daaraan? Oh, ik begin het misschien nu al te snappen. Verzamelen nou letterlijk materials, zodat je later eigen settlements kan bouwen? Dat zou toch wat zijn? Storm's whipping up. I knew coming to Hope County was a bad idea. Stay close, Barnes. Keep up with the captain. You'll be all right. Hang in there. No future for you, staat er ook gewoon op. Keep looking. Buskruid, kan je nou planten verzamelen? Yucca. Trouwens, over die zandstorm waar werd gesproken, hè? Er komt een zandstorm aan. Er zal natuurlijk ook inderdaad post-apocalyptisch weer zijn. Met inderdaad nucleaire onweerstormen en zandstormen. En... Ganu. Wow, het heeft een cartoony stijl, man. What the hell? Een witte buitencirkel om enemies heen, à la Assassin's Creed. En punten, oftewel getalletjes als je kills maakt. Ik weet niet wat ik van die highwayman moet vinden. Esme is bang voor ze omdat Carmina weken alleen te voet heeft gereisd om hulp te zoeken. Alsof ze wilde dat we voorbereid zijn. Esme ziet alleen maar beren op de weg. Maar we hebben het hier over bandieten. Met dat bijltje hebben we eerder gehakt. Hoe erg kan het zijn? Blijkbaar erg, erg. Oké, ik heb nu wel een soort van vier man. Wat een aparte sfeer, jongens. Dit is Hope County. Na een atoombom. Heel weird. Wel cool. Hem kan ik niet bijbrengen. Ik ben dus oprecht op zoek naar overlevers. En ik spit gewoon van links naar rechts uit in de hoop dat ik... overlevers tegenkom. This is what you get for fucking. Shit, ik gooi er nog mis ook. Oh, kijk. Met die spullen kan je dingen maken. Wat een handig systeem, joh. Heel chill. Ik breng wat mensen bij. Ik weet dat heel veel mensen op zo'n andere manier dit spel zullen spelen, door er gewoon nu al doorheen te rennen. Maar ik probeer te kijken wat het allemaal voor je in petto heeft, als je dus alles uitcheckt. Want je kan inderdaad dus heel veel van je teammates bijbrengen. De meeste hier zijn gered, ga ik vanuit. Kijk hem daar dan. Zou je nu al
moves kunnen maken door bijvoorbeeld op zijn hoofd te springen. Dat denk ik dus niet. Ik denk dat je dan skill points nodig hebt. Die moet ik sowieso ook even checken, die. Ik ben dus als het ware de kapitein van mijn teampje. Oh, dit is wel een iets toffere eliminatie dan normaal gesproken, jongens. Alles staat in de fik hier. Weet je hoe het een beetje voelt? Omdat het namelijk een spin-off is. Het voelt een beetje als Far Cry Primal. We need to retreat. Lekker man, je vermoordt ze tenminste goed hard ook. Zo is zonde dat ik alleen nog maar een handgun heb. Alright, nice guys. Ik heb een shotgun. Ik hoop niet dat doordat deze chaos is uitgebroken hier dat ik... ...andere mensen niet meer heb kunnen redden bijvoorbeeld. Dat hoop ik echt niet. Dat zou echt zielig zijn. Volgens mij blijven ze oneindig komen hier. Hatsee. Oké jongens, ik denk dat ik maar gewoon moet gaan rennen. Oké, zojuist een... Wow, het zijn helemaal andere uitstralingen van wapens, man. Helaas kan ik niet meer wapens pakken, dat is zo kloten. Want er liggen hier echt toffe guns, nu al. Oké, eventjes hier wachten. Genomen. En 3, 2, 1 en go. En door. Zo, ik had hier al zo lang naartoe gemoeten. Maar goed, ik vond het erg leuk om de gameplay door te krijgen.
Watch out! Bart! Christmas, everybody. Santa delivered a whole damn train full of presents. What do we have here? Rabbits. Ooh. I gotta ask you rabbits a question. The fuck you think was gonna happen? Riding in on a giant hunk of iron, just clouds of black smoke. You think we wouldn't notice? What do you want, Barnes? We wanna know. If your problem solvers are problem makers. What? Our pops always told us that people either solve problems or make problems. The world's got too many fucking problems. And we're looking for people to help solve problems. Our problems. If you're a problem solver, we got you covered. Food, clothes, guns. Anything you need. Even health insurance. But if you make problems, well, Pops taught us what to do with problem makers. Problem makers need to be solved. Mm-hmm. Old man solved a shit ton of problems in his day. Yeah. Hell yeah. So, rabbits. Are you all problem solvers or problem makers? We solve problems. We've been solving problems all over this Barnes. Country. We can give you fresh water, build shelters. We can get you anything you need. Barnes, shut up. You can build all that? Well, I'm not me, but Rush here. Well, then you are gonna be our number one problem solver. Go fuck yourself. Huh. Okay. You done? So, let's try this again. You're gonna help solve problems for us, Mr. Rush? Okay. Save yourself! Fucking vette intro, man. Echte typische main villains van Far Cry. Typische vaasachtige krankzinnigheid, zeg maar. Hey, hey, wake up, wake up. I recognize you from the train. You're captain of security, right? I'm Carmina. Oh my god, I saw you hit the water and I was able to pull you out before you drowned, but near as I can tell, I think we're the only ones who got away. Come on. Okay. We have to be careful. The twins, they took off with Rush, but a lot of the highwaymen, they stuck around. Okay, we have to get back to Hope County. My mom, she'll know what to do. Come on. Mister. What the fuck? Deze wereld is zo mooi. Come on. We just need to follow the river to zijn het nou echt I can't gemuteerde achtige herten? Gewoon helemaal anders dan they must have seen the train coming.
Oh my god, ik voel weer zo'n video aankomen die ik ook heb gemaakt met Far Cry 5. Die A Beautiful World of Far Cry 5 met al die 4K beelden. Kijk hoe mooi dit is, gek. My dad tried to fight, so they took him. Then they took the house. My mom and I were forced to start over on our own. We weren't their only victims. But my mom managed to bring survivors together and we all tried to build a place where we'd be safe. Ja, deze beesten zijn zo anders. Kijk nou. Ja, molratten. Fucking Fallout molratten. Ach, gos. Oké, ik pak dit mee. Zo, wat apart om dit te zien, man. Ze zijn wel fucking lomp, de molratten. Ze hebben echt geen enkel teken van leven in zich, die beesten. Ze kijken je alleen heel lomp aan, zo van sla me niet. Zo, maar de stijl, man. De wereld van Far Cry vond ik altijd al fantastisch mooi. Nou doen ze zeg maar zo'n gekke kleurrijke feel met een overwoekerd landschap. Dat is zo mooi. Dat is wel echt iets waar ik van hou. Het ziet eruit dat als je hier instapt dat je dan opeens een boom in wordt getrokken. Ah joh, zij rent er gewoon overheen. Het zal wel niks zijn dan. Wat een wereldje. Ik hou natuurlijk altijd al van de post-apocalyptische setting. Dat is de reden dat ik zo gek ben op Fallout. Maar dit is natuurlijk een hele andere kijk op eenzelfde gesloopte wereld als het ware. Alleen nou nu met de gameplay van Far Cry. Dus ja, het begin is in ieder geval erg nice tot nu toe. Erg apart gewoon om mee te maken. En ik kan niet anders zeggen dan dat het er gewoon prachtig en... heel uniek uitziet. Fuck. There's a tunnel up there that leads to Hope County. The highwaymen are blocking our way in. We're gonna need some firepower. Dit is oprecht een hele erg mooie game waarbij heel veel dingen is nagedacht. De natuurgeluiden kloppen, lichtval klopt, die eland daarboven ook weer allemaal helemaal fucked up. Deze man, ja, mishandeld, want de wereld is natuurlijk fucked up. In Fallout heet het Raiders, hier zijn het gewoon bandieten die voor de Twins werken. Ik denk alleen toch echt dat ik ergens omhoog moet klimmen, want als je hier gewoon in het open gaat lopen, ik zie daar al iemand op de klif staan. En dan word je toch meteen gespot. Blijkbaar niet. Zo, het ziet er echt verdomd goed uit, man. Ook dit stukje hout wat ik in mijn handen heb, weet je. Het heeft die Far Cry Primal vibe. En natuurlijk heb ik enorm gezeurd op Primal en bekritiseerde ik het enorm, maar... Far Cry Primal had ook hele mooie aspecten en elementen die ik hier weer naar voren zie komen. Alleen op een heel andere manier. I'm sorry about your people. I promise I'll figure out a way to make this right. Erg aparte wereld. Maar heel erg nice. Veel vetter dan Far Cry 5 ooit geweest is waarschijnlijk. Ja man, heel dope dit. Waarschijnlijk zit dezelfde gameplay erin dat je hem ook kan gooien. Ja. False End.
En de Whitetail State Park. Wat nice. Dat zijn natuurlijk de gebieden van Far Cry 5. Ja. Er zullen ook waarschijnlijk echte bezienswaardigheden zijn in... Echt van die landmarks, zeg maar. Die je dan enorm zal herkennen van Far Cry 5. Zo van, holy shit, dat is dit plekje. En holy shit, dat is dat plekje. There's that workbench I told you about. Rush said you were resourceful, so let's build something. Volgens mij herken ik dit al. Dit is die ene factory, man. Dit is die ene factory waar je volgens mij een hele lange tijd waves van je moet afschieten. En er uiteindelijk ook een helikopter komt. Nou, ik kan niet anders zeggen dan dat het tot nu toe echt enorm chill aanvoelt en heel chill speelt. En de setting alleen maar mooier is geworden dan heel Far Cry 5 ooit geweest is. Want de wereld van Far Cry 5 was wel mooi. Daarom heb ik ook die zieke video gemaakt met al die 4K beelden. Zo'n sfeerimpressie van de beautiful Far Cry 5 world, maar... Weet je wat het is? Dit is gewoon veel interessanter. Zo'n wereld als deze. Misschien voelde Far Cry 5 wat te normaaltjes. En was het daarom ook zo saai om echt lang de wereld in te trekken. Tenminste, dat was mijn mening. En meerdere mensen om mij heen heb ik dezelfde mening horen geven over die game. Dit is een raam waar ik niet in mag. Oké. Ik ben benieuwd wat we gaan maken met deze spullen en wat hier ook weer staat. Zo, ik ben echt veel aan het looten hier. God damn. Ja, dat is altijd, hè, met mijn part ones. Ik stop altijd zoveel tijd in het rond kijken en exploren van gebieden, totdat alles echt is buitgemaakt. Dat mijn part ones altijd wat langer duren dan de gemiddelde part one van een YouTuber. Maar goed. Laten we eindelijk eens wat gaan maken, de workbench, hè. EBO doosje vol. You can use benches like this to build makeshift weapons and refill ammo. Jeetje, dit is sick. Craft. Nice going. That'll be enough to craft a weapon for sure. Een zaagwerper. Ja, ik heb genoeg materials. Kijk maar naar rechts. Materialen vereist is heel veel scrap en heel veel duct tape. Ik hoop ook dat je uiteindelijk wapens kan customizen en sterker kan maken. Want volgens mij staat dat er wel zo. Rang 1 staat er volgens mij. Zaagwerper. Rang 1. Hij stelt. Het vuurt zagen af. Ze ketsen maximaal 3 keer af op alles wat... zeg maar niet de grond is. Een echte zaagwerper. Jeetje, wat nice. Holy shit, is that some kind of saw launcher? That's amazing. Man, those highwaymen are in for it now. Now we're ready to attack the bridge. Oké, heel sick. Dus ik heb nu een zaagwerper, nog een enkele pistool, een tak en een zaagwerper. Het is een stealth weapon. Dan heb ik hier zelfs nog steeds dingen staan. Kijk naar hoeveel er te vinden valt. I heard something. Ja, gek hè. Ik sla een slot open. Dat ben ik. Wees niet zo hysterisch, chicky. Dan gaan we dus terug naar eigenlijk als het ware dezelfde area. Alleen hebben we nu een zaagwerper op zak die we eventjes hebben gefixt bij deze workbench. Ja, hoe nice is dat? Holy fuck! Allebei ook. Gotta count my lucky stars. Maar echt ziek in tweeën gezaagd, want hij ketste op die andere chick af, waardoor ze allebei neergingen.
Oh man, ik vind dit zoveel interessanter dan de normale Far Cry's. Dus Primal deed inderdaad al wat met de normale Far Cry werelden, want die ging opeens naar Primal. En nu heb je deze post-apocalyptische, veel te kleurrijke setting. Daar is die sniper guy. Ik wil alleen eigenlijk even weten, en daar kan je alleen maar op één manier achterkomen, wat het bereik van dit wapen is. Bereik de tunnel en find hope. Ja, ik weet niet wat mijn range is voor dit ding. Oei. Oh, kut! Kijk, ze zijn tot nu toe alleen nog maar op zoek naar het geluid en waar het vandaan komt. Drie in één. Dan maar zo. Maar als het goed is, ook allemaal wapens toch gewoon? Ga ik vanuit, op zijn minst. Ja, blijkbaar niet. Nou ja, ik ga er even dan helemaal omheen. Rode Gannu. Ah!
nice. Thank you. All right, the way's clear. There's the tunnel up ahead. Let's go home. Ook Smiley schiet je af. Hoe sick is dat? Ja, dit ziet er echt heel nice uit tot nu toe. Oké. Hoe zij lomp aan het schreeuwen is met... Oh my god, it's really, really bad. Oh my god. En dat je er alleen één armpje geeft en dat ze weer staat, is natuurlijk wel wat lame. Maar anderzijds kan ik eigenlijk alleen nog maar vol lof praten over dit. Oh. Wat is dat voor gekke beest? Ja, vlucht maar. Dat is ook nice, dat het beest gewoon vluchtgedrag heeft op het moment dat er een explosive afgaat. Want het kwam eerst nog heel dominant over, maar na die explosie was hij pleiten. Wat een wapen zeg, hoe je gewoon mensen in twee kan zagen en soms wel drie tegelijk. Heel tof begin van deze nieuwe Far Cry game. Echt een unieke kijk op dezelfde Far Cry aspecten eigenlijk. Want dit soort wapens en zo. En deze wereld maken het wel echt interessant voor mij. Heel tof. Okay. Come on, we're almost there. There it is. Home. I hope Mom is okay. Home. Prosperity. Maar wel een vernietigd thuis. Ik denk dat we nu in een hoop Candy aankomen, compleet verscheurd door die bandieten. Met dus de oude bekende namen van steden en dorpjes en plekken. Die nu opeens een andere naam hebben gekregen omdat er al zoveel jaar mensen hebben gewoond. Maar wie dus nu weer zijn weggejaagd en vermoord door de twins. Dus de game heeft een hele andere look en feel en uitstraling, ondanks dat het in dezelfde wereld afspeelt. Dus mijn sceptische oogpunt is meteen weer weggenomen. Carmina! Oh, thank God. I was so worried. Mom. Kids, go back inside. I'll be right there. What's wrong? There is a whole train full of people to help us. But the highwaymen, the twins, they took Rush. Everyone else was killed. Oh my God. It was terrible. I'm so sorry. I'm so sorry. I never should have gone out there, Mom. Oh, honey. What are we gonna do now? I don't know. I don't know. I mean, no one's coming to help us. We're on our own. It's just us. Shh. Let's get you both inside. You can tell me the whole story. Thank you for bringing her home. Oh jee. Er schiet me iets anders te binnen nu. Mijn hoofdcharacter heeft waarschijnlijk weer geen stem. Alsjeblieft, laat het niet zo zijn. All right, guys. You know how to handle a gun. You know your way around this valley better than anybody. So? So? Sitting around moping isn't doing any good. Look, Rush was supposed to help us build someplace safe. Now, it's up to us. There are brave people here scattered around. We just have to find them. Bring everyone together. Show them we can stand up to the highwaymen. Mom, it's not gonna be easy. I know. But it's our only choice. The
Die ene chick ziet eruit alsof ze uit Life is Strange komt. En die andere, het wijfje, heeft een kort pittig kapseltje. Jongens, ik ga dit allemaal doen natuurlijk in part 2, logischerwijs. De volgende aflevering van deze fantastische nieuwe Far Cry. Het regelrechte vervolg op Far Cry 5 in precies dezelfde wereld, 17 jaar na de gebeurtenissen van Far Cry 5 en dus de ontploffingen. Maar goddamn, het ziet ernaar uit dat mijn hoofdkarakter weer geen voice acting heeft. En als iets mij echt tegen de borst stuit, is dat het wel. Ik haat dat. Maar dit is wel tof om te zien. Een reference naar natuurlijk Joseph Seed en zijn Eden's Gate. Dit is wat resteert van Eden's Gate en wat Joseph opbouwde nadat hij zijn bunker verliet. Ze hebben alles verworpen uit de moderne wereld van voor de ondergang. Elektriciteit, motoren, generatoren, geweren, allemaal gone. Na de ondergang verzamelde Joseph zijn mensen om een nieuw complex te bouwen in het noorden. Tijdens de wederopbouw lieten we elkaar een kleine 10 jaar met rust. Nu verlaten ze het complex 's nachts om de Highwaymen aan te vallen. Dus hun zijn ook vijanden met de Highwaymen. Als ik niet beter wist, zou ik zeggen dat die gemaskerde idioten bang zijn voor Joseph's mensen. Dit is... Joseph is er dus nog steeds. Dit maakt deze hele game fantastisch. Ik kan niet wachten op dat aspect. En dus inderdaad, Eden's Gate. De wereld, hoe het bestond, is weg. De moderne wereld gone. Dus Joseph kan zijn gang gaan. Het enige wat hem eigenlijk nu nog tegenhoudt is de Highwaymen. Dus hele aparte omstandigheden. Maar in ieder geval... Ik heb Tracy's schoenendoos onthuld. Nou, ben ik even blij. Part 1 zit erop. En tot de volgende aflevering van Far Cry New Dawn. Later, guys.